Welkom bij de fasen van het asset management proces. Deze video is gemaakt door de corporatiestrateeg en mijn naam is Ritske Dankert. De fasen van het asset management proces volgen in feite de levenscyclus van het vastgoed. En dat begint uiteraard met de acquisitie van een gebouw. Dat kan een bestaand gebouw zijn en dat kan ook uiteraard nieuwbouw zijn, waarbij grond wordt aangekocht en zelf een project wordt ontwikkeld. Bij acquisitie staat natuurlijk altijd centraal ook het kijken naar of er mogelijkheden zijn om dat te financieren. Op een gegeven moment is er geacquireerd en is er een bepaalde hoeveelheid vastgoed is in exploitatie. Is in de verhuur en dat, daar hangen natuurlijk allerlei zaken mee samen, zoals mutaties verzorgen, nieuwe verhuringen doen, reparatieonderhoud, etc. Allemaal bij de exploitatie. Jaarlijks worden er dan vervolgens ook keuzen gemaakt via een hold-sell-analyse of een complex in exploitatie kan blijven zonder verdere investeringen, of er wellicht gerenoveerd moet worden, of er wellicht herontwikkeling plaats moet vinden, waarbij een complex opnieuw eigenlijk in feite uit exploitatie wordt genomen, wordt herontwikkeld op een andere manier, op een andere doelgroep of op een ander kwaliteitsniveau, opnieuw weer in exploitatie wordt teruggenomen. En als laatste kan een keus zijn om een complex af te stoten, dispositie. Afstoten, dat kan door verkoop, maar bijvoorbeeld in krimpgebieden zou je ook aan sloop kunnen denken. Tot zover deze korte introductie over de verschillende fasen van het asset management proces. Over elke fase komen ook nog aparte filmpjes beschikbaar, waarbij we dieper zullen ingaan op elke fase. Wil je vaker relevante informatie ontvangen over coöperatiestrategie? Meld je dan aan voor ons digitale magazine. Dat kan door rechtsboven op de link te klikken.